Ik heb dus omstreeks 10 uur deze morgen opgeroepen voor een ongeval met een vrachtwagen en een trein. Toen we ter plaatse kwamen, bleek een van de stroomkabels gebroken te zijn. Die bleek bovenop het treinstel te liggen, waardoor wij als brandweer niet onmiddellijk konden tussenkomen. Er was ook rookontwikkeling onderaan de locomotief. We hebben dan onmiddellijk een waterscherm opgesteld tussen de vrachtwagen en de trein. Dus onze treinbegeleider heeft er wel voor gezorgd dat niet gewonde treinreizigers meteen in veiligheid werden gebracht en dat ze naar de achterkant van de trein werden gebracht. Dus de reizigers die daar nu bijvoorbeeld op dit moment nog zitten, ja, dat zouden dan bijvoorbeeld ook wel gewonde treinreizigers kunnen zijn. Wel, voor ons als treinbegeleider is onze eerste bekommernis natuurlijk de klant. Wij zagen een redelijk rappe rookontwikkeling, dus hebben wij gevraagd aan de reizigers, om zo ver mogelijk achteraan allemaal bijeen te zitten. Als een reiziger bijeen zitten, kan ik mij ook gemakkelijker voor hun ontfermen. Door hun persoonlijk aan te spreken in plaats van langs de omroepinstallatie. Het was, gevoelsmatig redelijk lang toen ze buiten kwamen, maar de reizigers hadden veel begrip. Waren ook heel rustig en zij kregen ook regelmatige informatie. Wel, elke treinbegeleider krijgt een grondige opleiding die regelmatig herhaald wordt. Dus elke treinbegeleider is eigenlijk in staat om te assisteren bij zo'n incident, ja. En te acteren wanneer nodig. Wel, vandaag is het specifieke geval natuurlijk dat we een aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen simuleren. Maar in de werkelijkheid kan het ook zo zijn dat er bijvoorbeeld een aanrijding tussen twee treinen is of een ontsporing van een trein. En op die manier kunnen we telkens de verschillende disciplines die nodig zijn voor een grootschalige rampenoefening testen. De verschillende aspecten, dat houdt dan in operationele samenwerking met de brandweer, de politie, met de ambulanciers, maar ook de beleidsprocedures. Nu is er een provinciaal rampenplan afgekondigd om te kijken hoe het daar verloopt op vlak van afstemming met de gerechtelijke en de verschillende instanties. Mensen, als ik het ruw schat, die hebben deelgenomen, dus dit moet nu echt wel verzilverd worden en dit moet leiden tot concrete verbeterpunten. Ja, dat viel mij heel sterk op en dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk elk jaar professioneler worden. We hebben nu die grote hulpverleningszones, dat is heel iets anders dan de vroegere brandweerzones. We hebben een heel hechte samenwerking na al die terreuraanslagen tussen de politiezones en de federale politie. We voelen heel goed hoe op communicatievlak er veel beter wordt samengewerkt. U hebt dat ook kunnen merken, men is heel fier hier op de samenwerking. Binnen de hele communicatie, maar ook naar buiten toe. Want meer dan ooit zijn vandaag de sociale media belangrijk. En bijvoorbeeld alles wat Twitter was, Facebook, LinkedIn, noem maar op. Die waren allemaal betrokken bij deze oefening. En ook daar liep het allemaal heel fijn, heel geslaagd. Ja, inderdaad, een zeer gelukkige burgemeester. Vooral omwille van het feit dat we vandaag een geslaagde oefening hebben gedaan en dat voor ons de ideale gelegenheid is om ons ANIP, het zogenaamde Algemeen Nood- en Interventieplan, in de praktijk om te zetten.
We hebben dat goedgekeurd op 6 februari op de gemeenteraad. En iets meer dan een maand later kunnen we dat in de praktijk omzetten met een equipe van bijna 200 mensen die bij de totale oefening betrokken waren. Met alle disciplines, gaande van medische discipline, hulpdienst, allerlei hulpdiensten, maar ook onze logistiek, onze communicatiedienst. Ik wil die mensen allemaal van harte danken, want zij hebben vandaag schitterend werk geleverd. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69.